Het certificaat van inscriptie van de Joden Savannah Archaeological Site is niet alleen belangrijk voor Suriname, maar ook voor de regio. Het is een belangrijk element in onze Surinaamse geschiedenis. De officiële overdracht van het certificaat vond gisteren plaats in het Nationaal Archief door Jenna Wijngaarde, geflankeerd door Stefan Fauquet, respectievelijk voorzitter en secretaris van de Stichting Joden Savannah en de Nationale Archivaris Rita Chinfu. Het certificaat bevestigt de buitengewone universele waarde van de Joden Savannah Archaeological Site die bescherming vereist voor de gehele mensheid. Jenna Wijngaarde, vertegenwoordiger van Joden Savannah, ziet dit certificaat als een bevestiging van het geloof in eigen kunnen. We hebben de afgelopen 25 jaar hard gewerkt aan het bereiken van dit uiteindelijk doel. En dit bevestigt. En dit willen we graag in beheer hebben van het Nationaal Archief. Om er zeker van te zijn dat het behouden blijft voor toekomstige generaties. Als Joden Savannah willen we ook dat meer mensen bekend worden met de geschiedenis van Stichting Joden Savannah. Wat het allemaal betekent voor ons. Maar ook dat voornamelijk de jeugd de waarde ervan gaat inzien. Stichtingsvoorzitter Stefan Fauquet benadrukt het belang van het certificaat en omschrijft dit als een teken van hard neergezette werk. Bescherming van al het erfgoed is daarom een van de voornaamste doelen van de regering. Ik hoop dat vanuit het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, dacht ik, of grond- en bosbeheer, het certificaat ook wordt overgedragen aan het Nationaal Archief. Op dit moment heb ik geen notie waar het certificaat zich bevindt, maar het zou goed zijn als alle drie certificaten zich ook hier bevinden bij het Nationaal Archief. Het is een mooi moment, omdat het certificaat, het is al aangegeven door de voorzitter, eigenlijk benadrukt de uitzonderlijk universele waarde die de Joden Savannah Archaeologische Site heeft. Niet alleen voor Suriname, maar eigenlijk voor de gehele mensheid, voor de hele wereld. Vanwege het belang van dit document voor de Surinaamse geschiedenis, heeft de stichting besloten om het beheer ervan over te dragen aan het Nationaal Archief.